Hoe zit dat eigenlijk in elkaar met Pias dan? Want jullie hebben wel. Het is een licentiedeal vanuit Silent Forge Records naar Pias toe. Dus ja, wel gewoon alles overgedragen aan, tenminste, bijna alles overdragen aan Pias. Maar het eigendom is nog steeds gewoon van Silent Forge Records. Oké. Ik wil toch nog even terug naar. Ik ben benieuwd naar die. Naar de studio, hoe dat in Austin, hoe dat eruit zag en zo, en hoe dat ging. Nou, het was eigenlijk was de studio gewoon een groot huis, eigenlijk. Het was een, we hadden zeg maar de benedenverdieping, daar zat Frenchy dan achter in zijn controlekamer eigenlijk, was het gewoon. Waar die achter een grote mengpaneel zat en wij zaten boven. Daar had je de opnamestudio waar gewoon drumstel stond en verschillende booths, waar gitaarversterkers stonden eigenlijk. Ja. En piano's en weet ik veel allemaal. Daar, het was wel grappig, want we hebben zeg maar. Hij zat beneden, zat hij met een tv'tje mee te kijken, want boven hing een camera. Dus hij kon ons wel zien, zeg maar bij hem niet. Ja. Dus dat was wel echt creepy, heel apart. Ja, dat was wel heel raar, ja. Maar voor dat schermpje beneden stonden allemaal Star Wars poppetjes en zo. Ja, dus het stond echt overal Star Wars poppetjes. Ja. Echt overal. Inderdaad. Maar dat is gewoon zijn eigen huis. Nee. Het is zeg maar eigenlijk een soort tuinhuis eigenlijk. Ja. Van iemand die daar woont. Alex heet hij. Die heeft gewoon had gewoon een grote tuin of zo. En volgens mij had French toen hem gevraagd van, kan ik een huis bouwen in je tuin of zo? Ik denk dat het zo was. Die Alex en French die werken al super lang met elkaar. En Alex die woont tegenover die studio dus. En dat is gewoon eigendom van hem. Ja. En ja. Nou, nu gaan jullie morgen weer naar terug. Ja. En hoe ziet het verdere jaar eruit? Is daar al een heel veel spelen. Ja, heel veel spelen. We gaan ook nog naar Engeland als eerste optreden doen in Londen. Daarna gaan we nog naar Duitsland met de staat. Natuurlijk hier in april gaan we helemaal los. En festivals. Echt kapot veel festivals doen. Ja. En eind augustus en september zitten we in Scandinavië. En daarna hopen we nog een soort van najaartour hier te doen. Dus genoeg plannen in ieder geval. Hoe zit het met jullie leven daarnaast? Is daar nog iets? Welk leven? Is daar nog iets naast? Nee, je hebt natuurlijk wel een leven daarnaast, zeg maar. Maar het is helemaal bizar druk wat hij al zegt. Natuurlijk, in april er komt ons nieuwe album uit. Die we dan 14 april releasen in Rotown in Rotterdam. En dan vanaf daar gaat het echt helemaal. Wordt helemaal gek huisje. Wordt echt vet. Ja. Maar er is met school en studies en zo. Nee, daar hebben we geen last van eigenlijk. Nee, zeg maar, ik doe dan zelf popacademie, dus dan krijg ik gewoon. Ja, ik kan het allemaal stage laten gelden eigenlijk. Dus zo easy is dat. Je hebt stage bij je eigen band? Precies, eigenlijk wel. Zo makkelijk is dat. Heb jij hetzelfde? Ja, nee, ik zit nu eigenlijk. Dit jaar doe ik mijn examen. En dan. Ik kom eigenlijk niet meer op school. Ik ben al heel lang niet meer op school geweest. En ik spreek af en toe dan met mijn coach en dan spreek ik af van dit en dit doe ik. En dan leef ik het bij je in en dan ben ik ja. Maar heb jij in mei examens dus? Nee, voor mij is het dan weer een speciaal geval dat ik in augustus dan examen mag doen. Dus dat is wel heel relaxed. Dat is vanwege tussen spelen. Toeren door. Ja, precies. Ja. Even tussendoor. En ik zag ergens, ik weet niet meer waar, 2012 wilde jij wel een solo album uitbrengen? Eind dit jaar zal ik een speciale EP'tje uitbrengen met Spaanstalige teksten van schrijvers, Spaanse dichters uit de jaren 20. En daar schrijf ik, daar heb ik muziek bij geschreven. En daar zal ik een EP van maken en dat zal ik eind dit jaar ongeveer uitbrengen met op mijn eigen label natuurlijk. Hoe ben je daarbij gekomen? Ik heb een keer in spontane buigen een muziek geschreven op een Spaans gedicht wat ik helemaal het einde vond. En ik zing dan ook natuurlijk in het Spaans. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja, waarom maak je hier niet gewoon een cd'tje van of gewoon een projectje van, weet je. Nou, zo heb ik het eigenlijk verwerkt. Verwerkelijkheid. Of, verwerkelijkt. Verwerkelijkt. Laat het daar maar. Nog één laatste vraag. Verwerkelijkheid. Waarvan ik het antwoord misschien al weet, maar gaan jullie ooit met tegens in het podium op? Nee. Nou, je hebt wel eens van die avond dat je zoiets hebt van oké, ik ben nu wel echt moe van laten we dat even doen en dan gaan we slapen of zo. Maar het is niet dat je daardoor minder zin hebt. Weet je, dat is in het begin. Dan ga je op het podium staan, dan ga je weer toch los en dat is altijd vet. Oké, nog iets aan toe te voegen? Ja, nee, waarom doe je dit anders, weet je, als je met tegenzin? Ik bedoel, natuurlijk, ik ben ook menselijk, natuurlijk, ga je af en toe, dus voel je je anders dan
opgeladen of zo. Maar ik bedoel, je staat er toch altijd met plezier te spelen, je muziek. Dus, Ik zat trouwens te denken, nu jullie gaan naar South by Southwest en naar Engeland voor het eerst ook. Ja. Is er dan extra druk op om dit jaar, omdat je het nu echt gaat voorstellen dan in een paar grote markten of zo, om het echt niet te verknallen? Nee, daar denken we eigenlijk nooit zo over na. Nee. Kijk, je hebt net zoals bij De Wereld Draait Door of zo, dan wordt het gezegd van ja, het is live. En dus dan heb je daarvoor wel ook zoiets van oké, dat is best wel spannend. Maar ja, dan weet je, dan ga je weer beginnen en dan vergeet je dat gewoon totaal. Ja, je vergeet echt gewoon dat de camera's op je gericht zijn. Dat vergeet je echt gewoon helemaal. Oké, dank jullie wel.